onze volgende gasten zijn twee politieke zwaargewichten die er niet voor terugdeinzen om hun vrouwelijke kant te laten zien. In de flair van afgelopen week, dames en heren, lieten zij zich ombouwen tot Yvette en Johanna. Ja, kijk eens aan. Hier zijn ze. Dames en heren, wat ons betreft mogen ze vanaf volgende week hun eigen show krijgen op zondagavond. Dames en heren, niemand minder dan Johan van der Lotte en Yves Le Terme! Heel blij dat jullie hier zijn, echt waar. Hadden jullie jezelf zo al gezien eigenlijk? Niet zo. Ja, deze week. Dus je leest de flair? Ik lees dat niet wekelijks. Niet wekelijks. Kijk naar de plaatjes. Naar de printjes in de flair. En u, meneer Van der Lotte? Ja, ik heb hem al gezien in de flair, ja. Haar, dat is een vrouw, oh, excuseer, ja. Vind je dat het een beetje gelukt is? In vergelijking met nu, ja, echt wel. Ja. Het schijnt dat lijkt op de afgeslankte versie van Jean-Pierre van Rossen. Ja. Het is zo een beetje. Zeg maar, jullie twee zijn grote kanshebbers voor het premierschap dat er weer aan zit te komen, hè? Stilte. Ja, dames en heren, jullie beseffen het misschien niet, maar één van deze twee zou wel eens onze volgende premier kunnen worden. Dat is zo. De derde kanshebber, Guy Verhofstadt, hebben wij ook ettelijke malen gebeld en gevraagd, kom. En hij komt niet. Hij is aan het werk. En jullie moeten niet werken eigenlijk. Ja. Jullie hebben hier tijd voor. Zeg maar, over de flair gesproken. Daar staan altijd van die hele leuke artikels in. Van wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland en zo. Wij lezen dat heel graag, Debbie en ik. Maar hebben jullie er wel eens over nagedacht? Wat zou je meenemen als je nu op een onbewoond eiland zat? Wat is iets dat je zegt van dat neem ik mee, dat laat ik niet los? Ik zou een drachtige geit. Een drachtige geit? Dat is slim. Want na verloop van tijd heeft hij geitjes, melk, vlees. Zou je dat opeten ook op dat omhoog? Vast en nood het hoogste. Ja. En jij, jongen, wat zou jij eventueel meenemen? Ik zou Yves meenemen, want dan heeft hij een drachtige geit. Meer mee staan. Die zou ik Yves meenemen. De proef op de letterlijke som nemen en we gaan met jullie even op een onbewoond eiland zitten. Breng het eiland maar binnen, jongens! Gezellig. We zitten op een onbewoond eiland, dames en heren. Dan zouden jullie goed overeenkomen, denk je, als je met twee op een eiland zou zitten? Het begin wel, denk ik. Want er komen natuurlijk een aantal dingen aangespoeld. Ja. Maar we zitten op dat eiland. In de branding, we zitten branden in de zee. Dames en heren, speel even mee het eiland. Doe een beetje mee wat. De zee. Het is de kleine zeehond. Oh ja, ja. En dan plots komen er aan de horizon twee dingen aangedreven. Oh, ik kan al zien wat het is. Wat is het? Het zijn twee flessen. Ja. De flessen komen naar voorbij. Ik zie niks. Ja, je ziet niets. Je moet het je inbeelden. Een beetje verbeelding aan de macht. Zeggen ze wel eens. De flessen komen naar voorbij. Ja. En het is een fles whisky. En die andere fles, die doen we even open. En daar zitten 8000 mailtjes in voor Yves Le Terme. Die hem aanraden hoe hij dat eiland veel warmer kan maken. En we hebben het over dat vuur, Yves. Nee, je bent te snel. Maar jullie zijn met twee. Jullie mogen één ding houden. Wat kies je? Je moet overleggen natuurlijk. Ik denk de fles whisky. Dat toch niet antwoorden. Als hij de 8 mails leest, is goed. Dan zijn er 8000? 8000. Dus laten we de whisky dan maar nemen. Dat denk ik toch wel. Whisky, ja. De whisky. De whisky. Vervolgens zien we daar toch twee spartelende lichamen in het water liggen. Ja, het zijn twee mensen. En als ze nou erbij komen, zien we dat het... Even de verrekijker pakken. Prins Philip en prins Laurent. Okay. Het is een moeilijke ding. Wie mag er mee op het eiland en wie moet er naar Kamp Zuid? Laurent. Ja. Laurent? Jij houdt Laurent? Jij ook?
Ik volg hem. Ja, ze komen zo goed overeen. Ja, 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 alsof ze in de toekomst gaan samenwerken of zo. Dus Laurent mag blijven? Ja, Laurent mag blijven, ja. En waarom Philippe niet? Omdat hij nog een land te besturen heeft. Die is nogal maar plus hij heeft ook wel connecties met de marine. Hè. Dat kan ons ook helpen om van dat eiland te komen. Ik zie daar een dik boek in een hele jaar gaan was komen aangezwommen. Nee, je moet goed kijken. Dat is met die bril die je niet meer hebt. Die krasjes die werken toch niet echt goed, hè? Het is een bijbel en het is 20 jaar gangen van de Playboy. Je moet kiezen. We zullen niets gaan erg doen, we zullen die Playboy maar pakken, zeker. Ja. Denk dat, ja. Maar gaan we met die bijbel daar heel de tijd in? Ik weet het niet, Yves. Weet niet. Nee, heeft gekozen. Hij is het met mij eens, voilà. We laten wel veel kiezen, hè. Oké, daar komen we nu aan, gezwommen, om toch eerst naar het eiland, Fidel Castro en de paus. Het zal lang duren voordat ze geraakt. Dat is... Maar die Castro die woont al op een eiland. Ja, maar nu moet je een keer goed beginnen te denken. Castro woont al op een eiland. Ja, dat is juist. Maar goed, laat hem op zijn eiland. Nee, maar is het in de zee? Het is de paus, ja. Oké, ik heb geen doen toegeven. Doen toegeven. Ja? Wat is wel voor die Playboys? Het is een ruil. De Bijbel die stuurt terug, maar dan hebben ze toch de paus. Ja, het is dat, voilà. Je kent de Bijbel van buiten, oké. Oké, nog mensen die komen aangezwommen. Oei, het zijn vrouwen, zie ik. Inge Vodden of Freya van den Bossen? Voor mij Inge. Oké, voilà. We gaan Inge houden, ja. Ze komen echt goed overheen, samen. Want Freya is nu waarschijnlijk aan het werken, dus ik mag ze haar niet aan doen dat ze naar hier zou moeten komen. Hè. Dus laat ze werken, dat jonge mensen moeten veel werken. En ondertussen, Inge is ook jong natuurlijk. Ja. Maar oké, okay, het is goed, ja, oké. Okay. Wie heeft de meeste vrouwen in zijn partij eigenlijk? Wij. Ja? Ongetwijfeld, ja. Ben je er zeker van? Ja. Nee. Nee, want ging het goed. Hij is daar ook niet zeker van. Wie eerst antwoord heeft gelijk. Ja, dat is zoiets, ja, inderdaad. Dat is voor één keer wat traag. Oké, okay, een cd van K3 of een cd van Laïs? Ah, oh, nee. We zitten op een onbewoond eiland, K3 is hier niet. K3. Ja, K3. Ja. Wat is het leukste nummer van K3 voor jou, Yves? Dat van Oma's aan de top. Ja. Ik ga even achter de bomb pipi doen als je dat wilt. Oh, het begint plotseling te stormen op het eiland. Oh. En dan pas op, dan val ik op de stoot uit. Kijk, jullie zitten hier ondertussen al echt 3 jaar op dat eiland. Er is nog altijd geen scheerapparaat aangespoeld. Ja, het zit verstopt hier. Hier, kijk. Zo, ja. 3 jaar op het onbewoond eiland. Wie wil je dat toch op het eiland blijft? Debbie of Nancy? En ik ben Debbie. En ik ben heel sterk. Je mag maar één kiezen. Debbie. Je mag er maar één kiezen. Nancy. Oh. Wie eerst gesproken heeft, heeft gelijk. Voilà. Je hebt het verhaal. Ga jij daarmee akkoord? Nee. Jawel. Nee, ik ga niet akkoord. Ah, ja, nee, ik ik. Hè. En waarom? Zeg het maar eens goed waarom ik moet blijven. Dat is een mooie zegt. Ik ben mooier. Ja, het is heel schijnheilig. Iedereen ziet dat dan niet juist. Ja, dat is waar. En ik, Johan, ik hoef geen ladder te hebben om die kokosnoten uit die palmbomen te plukken. En ik kan vissen vangen met mijn blote handen zo in het water. Echt waar. Aan mij heb je veel meer. Ja, echt waar. Maar goed, oké. We blijven alle twee toch nog eventjes. Ja, ik niet als het zo zit. Dan ben ik weg. Nee, we blijven. Ja. Nee, wij zijn weg, want jullie zitten alleen 3 jaar op dat eiland. Maar er is kans op redding, Yves en Johan. Echt waar. Als je naar de horizon kijkt daar, dan zie je een boot aankomen. Oh, ja. Maar... Ja, maar ja, dat is echt met zijn bril, hè. Dat is... Ja, je ziet echt niet. Het is een piratenboot. Oh ja, ik zie een piratenvlag. Maar de kapitein stapt uit in zijn sloep en komt naar hier toe geroeid. Hij komt jullie misschien wel redden. Willen jullie gered worden door de piratenkapitein? Ik weet niet wie dat is, hè? Oké, kom maar binnen, piratenkapitein! Ga maar naar de sloep achterin!
de Dekselse kapitein De Dekker. Gaan jullie met kapitein De Dekker mee in de sloep? Weg van dit verduivelde eiland? Of blijven jullie hier? Het laatste dilemma. Dit is echt de moeilijkste. Ja, blijven zitten. Ja. Als wij dit doen, aan wie denk je?